Laat politiek ons niet scheiden. Dat was de dringende oproep van PL-parlementariër William Waidu afgelopen zaterdag te Nikeri. Waidu was eerder in opspraak geraakt toen het gerucht verspreid werd dat hij van plan was de PL te verlaten. Hoewel hij ziek was, heeft hij toch acte persans gegeven op de massameeting in het Rijst-district. De politicus zei dat de oproep van PL-voorzitter Paul Somaharjo om zich te bundelen als een grap wordt gezien. Waarom? Omdat Amangees niet? Zonder voor Bondru, Unoman Kanaku. Akiswe Drape. Na 2020 gaan jullie het resultaat zien. Bijna hebben we 2 zetel gehaald. Bijna hebben we 1 zetel gehaald. Bijna hebben we 3 zetel gehaald. We moeten samenwerken. En heeft de meter van wet in goedkeuring, dat we nog maar gewoon in combinatie. En heeft een lofvraag, de werkelijke lofvraag, dat we nog eens aan nog reden voor de roken samen. We moeten wanneer bondro voor kan draaien aan contributie. Mensen, alleen dan heb ik geloof. Alleen dan heb ik geloof. Ik hanteer altijd 1975. Daarop werd dat 44 jaar. Regering komen en gaan. Ministers komen en gaan. President komen en gaan. De ambtenaren blijven. PL-voorzitter Somaharjo hield zijn goed opgekomen achterban voor dat de VHP de enige partij is die nooit door hem is aangevallen. Somaharjo zegt dat hij een dankbaar mens is. Die beseft dat de PL mede door wijlen Jagannath Lachman en erevoorzitter Ram Sarju is opgericht. VHP, huis aan huis gaan! Om onze mensen te misleiden. Voordat die pa PL de moro, pa PL mati, pa somon klaar, pa de marcena gepol, drangasa. En meer voor NDT niet erg, maar van mijn eigen broeders, van mijn eigen zusters, die zo verkondigd, kan toch niet. We moeten rekenen met het groot belang, maar daar ga ik toch op in. Dat was dat. En, nu gaan we opzetten, alle jaren, elk jaar, PL en Orga in Pasen, elk jaar, 1000 jaar, voor moeilijk oorlog. Abrazevoer, onze vriend, onze broeder, organiseer samendrassie. Maar ja, aan een samendrassie, ja na samendrieven, ja na 10 februari, het brong, ja, langasja. Dus, dan nu aan doen, omroep. Laten wij, wanneer we 1 doel, abisje op 28, you want no more regering. VHP want no more tira kondre. NPS ook niet. Babo niet. Alleen samen. Door samen de eenheid te vormen, kunnen wij richting geven. Want allemaal willen groot belang. Zijn een groot belang. Groot belang is om deze regering, het wanbeleid, verkwikkend beleid, voeren. PL-voorzitter Paul Somaharjo afgelopen zaterdag te Nikeri tijdens een massameeting van zijn partij.